hebben van veiligheidsmateriaal als een lawinepieper, schep, sondeerstok en een airbag rugzak alleen is niet voldoende. Buiten de piste skiën of boarden is een risicosport. Dat betekent dat je kennis moet hebben. Kennis over sneeuw, kennis over het terrein en kennis van je veiligheidsmateriaal. Je moet ook oefenen en trainen in de reddingsprocedures. Dat is heel belangrijk. Cursussen volgen, ook om kennis te krijgen van lawineberichten, van de sneeuwomstandigheden enzovoort enzovoort. Als je zelf niet over voldoende kennis en ervaring beschikt, of je wilt mooie nieuwe afdalingen ontdekken en de beste sneeuw vinden, ga dan met een berggids op pad. Een berg- en skigids die neemt mensen mee buiten de piste, freeriden of tourskiën. En zorgt daarvoor dat dat op een veilige manier gebeurt. Nou, een berg- en skigids heeft een opleiding gedaan die in de Alpenlanden wordt gegeven. Die opleiding duurt ongeveer 3 à 4, soms 5 jaar. Is vergelijkbaar met een hbo-opleiding. En als je die opleiding afrondt, dan krijg je de titel van berg- en skigids. Dat zie je hier op het logo. En dat is een belangrijk logo. Als mensen met een gids op stap gaan, moet je checken dat die inderdaad officieel gecertificeerd berg- en skigids is. De gids is er in de eerste plaats bij om te voorkomen dat je in een slechte situatie komt, zoals bijvoorbeeld in een lawine of van een rots afvalt, of in een gletsjerspleet belandt, door een juiste terreinkeuze en routekeuze. Mocht er dan toch een ongeluk gebeuren, dan is de gids natuurlijk ook, heeft hij alle maatregelen gaat hij nemen om te zorgen dat je zo snel mogelijk weer uit de situatie komt. Je kunt een ABS dragen, je kunt een pieps hebben. Het gaat erom eigenlijk dat de gids, dit is een erg belangrijke factor in het voorkomen van zo'n ongeluk. En daarnaast is het natuurlijk ook de bedoeling om mooie sneeuw te vinden. En ja, dat doet een gids ook. Die zorgt ervoor dat je de mooie plekjes vindt.